U heeft dit jaar gestemd. Vond u het een moeilijke keuze dit jaar, omdat er zoveel partijen waren? Nee hoor, ik weet wel precies wat ik stem. Dus dat is voor mij geen probleem. Nee. Ik heb vanmorgen nog even de krant, Tubantia, nog even voor de zekerheid. Er werden een aantal punten, stond op de eerste pagina. En dan de partijen ernaast, helemaal eens, helemaal oneens. Nou, zo ging dat door. Dat is altijd, maakt het lastiger. Aan de andere kant, je weet toch meestal, als je althans lang op dezelfde partij hebt gestemd, ben je toch meestal grotendeels met ze eens. Dus er is geen enkele partij waarbij je het 100% mee eens bent. Dus je neemt gewoon de dingen die je het belangrijkste vindt en daar kies je dan voor. Vindt u het belangrijk dat u mag stemmen? Ja, zeker. Heel belangrijk. Ik hoop dat er een grote opkomst is dit jaar en altijd. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het ook heel leuk dat hier een hele rij staat. Dat zag je niet altijd. Dus ik hoop dat er heel veel mensen komen. Uitermate belangrijk. Ja, het is je democratisch recht. Het is de enige manier waarop je je stem kunt laten horen. Dus heel belangrijk.